Verschillende organisaties in Nikeri willen dat de overheid ordening brengt in het Bigipang-gebied, het bijzonder beheersgebied in het westen. Bigipang trekt dagelijks tientallen toeristen en is een grote bron voor de visserijsector. Onder andere pleit de coöperatie Vissers Nikeri, CVN, voor een beheersorgaan. Er moet volgens CVN-voorzitter Abbas Nourejo een kantoor komen bij het Jameerkaneel, de hoofdingang van het Bigipang-gebied. Dit kantoor moet bemenst worden door vertegenwoordigers van de ministeries van Openbare Werken, Grondbeleid en Bosbeheer, een milieuorganisatie, de Visserijdienst en de politie. Het doel is om zowel de visserijsector als de toerismesector een boost te geven. Ook ondernemer en lodgehouder in het Bigipang-gebied, Stephanie Krama, pleit voor een betere organisatie in het gebied. Vooral de milieuvervuiling baart haar enorme zorgen. Daarnaast wordt er aan hertenjacht gedaan, wat tegen de regels is. De hoop is gevestigd op de nieuwe regering.